Kom, Connie van Siwi's Kleuren en Zo. We kennen ze allemaal, die coloriage wildboekjes. We hadden al deel 1 en deel 2. En nu hebben we deel 3. En hij is weer net zo leuk. Zelfde formaatje, vierkant. Met een ringband vind ik zelf heel prettig. Het papier lijkt wel. Ietsje gladder. Oh, sorry. Ik heb hem sinds vandaag. Dus. Ik heb er nog niet in gekleurd, maar het papier lijkt wel iets gladder als van de andere twee, maar. Dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Het is ook weer lekker dik. Net als van de vorige twee boekjes. En de platen zijn weer helemaal schattig. Het lijkt wel. Ietsje verder inzoomen. Of dat de kindjes iets groter zijn geworden. Of ze 2 jaar of 3 jaar ouder zijn. Ze zijn wat. Ja. Ze zijn wat ouder. Maar nog net zo schattig. Ze zijn ook weer een beetje grijsgeelachtig. Dus wel met die grijstinten erin. Ik vind dat zelf niet zo heel erg. Het papier is zo dik, moet even goed kijken. Schattig muisje. Het zijn echte Emanuele Collin tekeningen. Zoals we van haar gewend zijn. Met beestjes en bloemen in het haar. En, hier ook weer zo'n klein insectje. Dat uiltje, echt super schattig. Vingerplant. Bijtjes en een klaproos. Viooltjes, die heb ik nog niet eerder bij de gezien. Dat is ook heel erg leuk. Hier de meisjes ook gewoon ietsje ouder. Zonnebloemen. Het geluid wat je misschien hoort, dat is mijn kat die zit te mauwen. Duifje. Een duifje heb ik ook nog niet eerder gezien. Leuk. Wat me ook opvalt, dat is dat hier zitten jongetjes bij. Dat is ook wel eens een keertje leuk. Legjes, orchideeën. En dan zitten alle platen er natuurlijk 2 keer in. Dus hier begint de volgende serie. Hij is weer echt hartstikke leuk. Coloriage Wild, nummer 3 van Emanuele Collin. En op de achterkant alle plaatjes die erin zitten.